guys, ik ben hier met Sabine. Hallo. Sabine ken ik inmiddels al, hoe lang kennen we elkaar eigenlijk? 7 jaar of zo. 7 jaar, oh, ongeveer. Wow, dat is lang. Ik heb al een keertje eerder een video gemaakt met Sabine, namelijk de Best Friends Tag. Maar we gaan vandaag nog een andere video maken. Want ja, ik weet niet, jij bent weer begonnen met video's maken op YouTube. Dus we dachten, we gaan gewoon ook gezellig een video samen maken. En we gaan de Would You Rather... Ja, tag. Het is niet echt een tag. We gaan een Would You Rather video maken. Dus allemaal dilemma's van zou je liever dit of dit. En daar gaan we dan antwoord op geven. Ik heb gevraagd op Twitter naar vragen. En jullie hebben er al een heleboel opgestuurd. Dus die gaan we nu beantwoorden. Oh, ik vind deze gelijk best wel goed eigenlijk. Van Brenda. Heb je liever een jaloerse vriend of ben je liever zelf jaloers? Ik vind, ja, Lucy, best wel een apart onderwerp. Maar ik vind wel dat jaloezie ook wel, als het niet te erg is, erbij hoort. Want het laat toch wel een soort van... zien dat iemand om je geeft, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk dat ik liever een jaloers vriend heb. Want ik zou het vervelend vinden om zelf jaloers te zijn. Dacht ik ook. Ook voor mijn vriend, dat ik dan jaloers ben. Maar ook als je zelf heel jaloers bent, dan is het misschien een egoïstische gedachte. Maar dan zit je er zelf ook constant. Dan zit je jezelf ook constant helemaal gek te maken, weet je wel. Dus dan heb ik liever dat mijn vriend een beetje af en toe... Ja, het ligt misschien aan in welke mate de jaloezie is. Maar ik vind het ook wel een soort van zielig dan. Voor je vind ik ook zielig. Dat is best wel een moeilijke vraag om gelijk mee te beginnen. Ja. Oké, zou je liever een week willen wonen in een container of een week willen eten? Maar als je er woont, heb je dan wel genoeg geld om ergens anders te gaan eten? Ja, dat neem ik aan van wel dan. Want volgens mij heb ik wel eens een keer een film gezien waar je dan... in een container was en toen hadden ze dat omgetoverd tot een heel leuk huisje, zeg maar, aan de binnenkant. Maar een container, is dat niet dan gewoon echt, zeg maar, zo'n kleine container als de container waar je ook je vuilnis in gooit? Nou, ik zie meer zo'n Amerikaanse container, weet je. Je hebt ook, ook toen ik werkte bij de V&D en dan had je best wel van die hele grote containers staan. Die containers zijn wel heel klein. Ja, dan kan je slapen. Moet je zo erin duiken. Ik zou er liever toch een week in wonen. Ja, ik ook. Als je gewoon lekker... ergens anders kan eten of thuis eten. Of... zou ik wel graag willen dat niet mensen dan vuilnis erin gooien. Terwijl ik erin woon. De hele tijd het gevoel hebben dat je moet niezen of de hele tijd het gevoel hebben dat je moet hikken van saf. Niezen, beter. Ik vind niezen ook echt heel lekker. Ja, ik ook eigenlijk. Ja, vooral de laatste tijd met die verkoudheid en zo. En dan nies je echt 20 keer op een dag, maar... I don't care. Nee, ik vind het ook best wel chill. Wil je liever poepen of plassen? Wat voor poep? Als je zeg maar... Oh, ik had niet door dat we deze vraag echt serieus gingen beantwoorden. Ja, waarom niet? Ik denk plassen, want... Maar plassen is inderdaad altijd moeilijk. Nee, makkelijk. Sabine en ik die hebben een dingetje met poep. Wij sturen ook altijd van die trolletjes naar elkaar. Ja. Op WhatsApp. Op WhatsApp, ja. 500 euro in je achtertuin vinden of 500 geiten waar je voor moet zorgen. Geef mij maar 500 euro. Ja. Ik ga never nooit 500 geiten in leven kunnen houden in mijn eentje. Heb je liever 50% kans op 1 miljoen of 100% kans op 100.000 euro? Ik heb liever 100% kans, want dan heb je altijd kans. Maar dan heb je wel 1/10 van wat je anders zou hebben als je, er, zeg maar, als je voor die miljoen zou kiezen. Dan heb je toch nog die kans dat je het niet krijgt. Dus dan heb je toch die kans dat je helemaal niks hebt. En dan heb je sowieso... 100.000. Dit is een iets ander soort vraag. Deze is van Luna. Stel je krijgt de kans om naar Hogwarts te gaan, maar dan heb je die gehele periode geen internet. Zou je dat dan doen? Ja, sowieso. Ik sowieso ook. Ik kan alleen geen geld verdienen dan in die periode, maar dan moet ik even heel veel sparen voordat ik naar Hogwarts ga. En dan kan ik al mijn geld uitgeven in Zwijnsveld. Of hoe noem je het in het Engels? I'm a nerd. even kijken. Al het snoep. Al het snoep, inderdaad. Oh. Kunnen horen met dieren... Wat? Danielle zegt kunnen horen wat dieren zeggen, maar niet met ze kunnen praten. Of met dieren kunnen praten, maar geen idee hebben wat ze zeggen. Ik zou liever willen horen wat zij zeggen, aangezien dat het een wereld is die nog soort van onbekend is voor ons. Ja, zou ik ook wel willen. Dan zou ik dan wel echt jammer vinden dat als, weet je wel, als mijn hond iets van me vraagt, dat ik dan niet kan antwoorden. Maar je kan toch in een daad antwoorden? Oh ja. Ja, ja, ja. Dus als die zegt, geef hem eten, bitch. Dan geef hem mij. Of die zo. Zit je liever 5 dagen alleen op een onbewoond eiland of 5 dagen alleen op de Zuidpool? Onbewoond eiland.
Please. Niet op de Zuidpool, want daar voel je tenminste nog een beetje chill. Ja. En op de Zuidpool zit je gewoon. Nou ja, en eten. Ik bedoel, op de Zuidpool was je echt je enige overlevingskans. Dus op vis. En op een onbewoond eiland heb je nog best wel veel fruit en groente. Ja, precies. Ik bedoel, dat is echt nog geen moeilijker. Ja, sowieso heel moeilijk. Nee, ik denk dat je gewoon meer kans hebt om te overleven op een onbewoond eiland dan op de Zuidpool. Oh, ik zag net nog een goeie, die heb ik net overgeslagen. Zou je liever nooit meer schone sokken aan willen of nooit meer schone onderbroek? Ik denk liever nooit meer schone sokken. Nee. Ik ook sowieso. Ik vind ondergoed vind ik wel echt belangrijk. Dat moet je wel echt verwisselen. Tipje van Tuske. Gooi nu je onderbroek in de was. Als je het nog niet hebt gedaan de afgelopen week, doe het. Elke dag wakker gemaakt worden door een horrormens of elke dag alleen maar hetzelfde eten? Ik weet niet precies wat een horrormens is in deze vraag. Ik denk dat het gewoon wat aan jouw horrormens ja, precies. Dus zeg maar echt een fucking enge clown gewoon. Ja, ik weet niet. Ik heb niet echt een specifiek beeld van wat mijn horrormens is. Maar ik hou wel van schrikken. Ik hou daar wel van. Ik vind, als ik zeg maar een horrorfilm kijk, dan schrik ik altijd heel erg. Maar ik vind het wel heel leuk. Ja, omdat er wel adrenaline bij hem omhoog komt ofzo. Ja, ik hou dus niet van schrikken. Maar toch zou ik kiezen wakker gemaakt worden door horrormens. Want ik vind het echt te erg om de rest van mijn leven alleen nog maar hetzelfde te eten. En dan ben ik tenminste wel gelijk wakker. Ik ben heel slecht in opstaan. Ja, wow. Dat is eigenlijk wel, misschien moeten we dat gewoon proberen eigenlijk. Gewoon iemand inhuren om je elke ochtend wakker te laten schrikken. Rochelle zegt liever schreeuwende tepels of een tong die je constant onderbreekt. Mijn vraag is of de tepels altijd schreeuwen. Gewoon constant. Ja. Ik denk liever schreeuwende tepels. Want ik denk dat zelfs al zou het constant zijn. Dan ben je dat je er uiteindelijk aan bent. En als het niet constant is, dan is het gewoon af en toe. Maar het is niet dat ze je opzettelijk zouden onderbreken. Nee, en die tong, zeg maar, als ik nu dan aan het praten ben, dan zou die tong nu zeg maar zo van. Ja, inderdaad. Dat is een hele grappige vraag. Ik zag het, we zagen het volgens mij allebei heel erg vol ons. Elke dag de buren op visite. Elke dag de buren op visite. Barbara zegt elke dag de buren op visite. Of als je danst, dan mag je alleen nog maar de Macarena dansen. Ik zou met de Macarena gaan. Ik ook. Niet dat mijn buren zo verschrikkelijk zijn, maar je wil ook nog wat tijd voor jezelf, toch? Ja. Ik vind de Macarena ook helemaal geen slechte dans of zo. Nee, sowieso, als ik dans, dan is het altijd raar en fout. Ik word wel altijd blij als ze de Macarena draaien, dan doe ik altijd super enthousiast mee. Ik wil daar altijd aan meedoen ook. Het is toch zo. En dan weet ik nooit zo van, is het zeg maar op je hoofd? Hé, hey, Macarena! Oh. Oh. Wow, huh? Wow. Huh? Naar je hoofd eerst? Ik ben helemaal in de war. Ja, ik ook. Deze videoclip video heeft het compleet verpest voor me. Nooit meer je tanden poetsen of nooit meer je haar wassen? Nooit meer mijn haar wassen. Ja, ik ook sowieso. Op een gegeven moment, als je nooit meer je haar wast, dan wordt je haar ook niet meer vet. En dat gevoel op je tanden, dat is echt. Ja. Nou, dit was onze Would You Rather video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zoals ik net al zei, is Sabine dus ook weer begonnen met YouTube video's maken. En dat is niet zonder reden, want Sabine gaat namelijk op wereldreis op 30 november. Dus dat is echt al mega snel. Ja. Daar gaat ze video's over maken. We hebben ook nog een video gemaakt voor op haar kanaal. Het is in het Engels, maar dat maakt het natuurlijk niet minder leuk. Dus ga hem vooral even kijken daar. En dan hoop ik dat jullie het een leuke video vonden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hartjes! Je deed gewoon gelijk mee. Ik wachtte erop. Doei doei.